catacombe van Jan Breydel net voor de aftrap. Daar en dan hangt er al elektriciteit in de lucht met de twee doelmannen in conclaaf. De eerste helft is bijna half weg wanneer Van Hoevelen scoort. Dwars door een bos van Brugse benen. 0-1 voor Malinois. Nauwelijks een half uur een tweede gele kaart en dus rood voor Blondel. Blauw-zwart moet alweer met zijn tiende achtervolgen. Strafschop KV Mechelen met Gorius. 0-2. Op slag van de rust krijgt club geen penalty na een overtreding op Akpala. De frustratie neemt toe bij de thuisploeg. Onderweg naar de kleedkamers, tumult in de spelerstunnel. Dalma heeft het op Gomsi gemunt. Tussendoor in de kantine van de bezoekende supporters, feest bij die van Malinois. Kort na de pauze scoort Akpala, maar zijn doelpunt wordt onterecht afgekeurd voor buitenspel. De Brugse aanhang heeft vanaf dan alleen maar oog voor één man. De hoop herleeft wanneer de kleine Varga scoort met het hoofd. 1-2. Helemaal op het einde nog een vrije trap van diezelfde Vargas op de paal. Geen ultieme gelijkmaker voor club. KV Mechelen wint. De euforie van Malinois staat in schril contrast met de blauw-zwarte woede. Godverdomme zeg. Ik denk dat ze le escapa de las manos al árbitro. Creo que no pasa por primera vez esto con este árbitro. Creo que ya son medidas que hay que tomar. Por ahí en el segundo tiempo también hubo un gol de Akpala donde no es offside. Y el árbitro y el linier también lo pita offside. We moeten ervoor zorgen dat we niet te veel met die onnozele dingen bezig zijn. We hebben gewoon ons best gedaan, we hebben er 100% voor gegaan. Je kunt nu zanken en zagen wat de oorzaken zijn. Maar ik denk vandaag hebben we weer bewezen in de tweede helft. De 10 tegen 11. Dat wat Brugge in staat is. Het is gewoon zo dat het gigantisch frustrerend is dat al die dingen op dit moment tegenzitten. Einde van een bewogen avond in Brugge. Bijna nog verdwijnt de lokale kop van Jut als een dief in de nacht. Het siert hem dat hij toch nog iets wil zeggen. Is het de minst goede wedstrijd? Dat weet ik niet. Was dat dan zo slecht? Op basis van de frustratie bij de mensen van Club Brugge. Kijk, dat wijd ik soms aan andere zaken. Dus daar ga ik nu verder geen commentaar op geven. Veilige terugreis. Dank u. Maar ere wie ere toekomt, KV Mechelen schrijft weer een beetje geschiedenis. Met 4 overwinningen op een rij. En toch gaat het nu vooral over de scheidsrechter. Heeft Verbist KV Mechelen geholpen of net Club Brugge niet geholpen? Ik denk dat tussen dat volk, met die druk van dat publiek, toch zo objectief mogelijk is gebleven. En soms in ons voordeel, soms in ons nadeel. Maar ik denk niet dat hij bepalend was voor het resultaat. Ik denk dat ze bij hemzelf moeten zoeken. Tot slot nog een laatste moment van glorie in Brugge. Een volle Malinois-spelersbus, nagenietend van de samenvatting. Live op tv in Studio 1. Sterk, dat is die ware penalty, mannetje. Super, jongen.